Na twee seizoenen afwezigheid is de derby weer terug in de hoofdklasse en het is meteen een topper. Balverlies Genemuiden. Berkham kan dan razendsnel omschakelen met de lange bal naar Bakuna. Geen buitenspel. Bakuna op weg naar de 1-0, maar daar is de redding van Beukenveld, doelman van Genemuiden. Een grote kans voor de ploeg uit Zwolle in de openingsfase van de wedstrijd. Dan de thuisploeg. Lange bal van Rotman in de richting van Kavak. Gaat onderuit na een duel met Bremmer. Maar het is geen penalty, vindt scheidsrechter Paarhuis. Wel een leuke openingsfase van de wedstrijd, waarin beide ploegen dus de aanval zoeken. Balverlies Riemens. Overname Berkham, dat er weer razendsnel uit probeert te komen via weer Bakuna. En die is veel sneller dan Muis, de verdediger van Genemuiden. En het is 1-0 voor Berkham. Het feestje wordt gevierd door Johnson Bakuna. Maar het doelpunt komt uiteindelijk op naam van Dirk Muis, die de bal zelf achter zijn eigen doelman tikt. Al is het lastig te zien op deze beelden. Maar hoe dan ook, Berkham op voorsprong. En daar zijn ze blij mee in het Zwolse kamp. Inworp Genemuiden, genomen door Buitink. Die het duel wint van Van der Meulen en de bal goed meegeeft aan Jansen. Jansen met de voorzet tegen de arm van Huisman. En nu gaat de bal wel op de stip. Paarhuis is gedecideerd, Hens. En de hand lijkt inderdaad naar de bal te gaan, dus een terechte beslissing. Al denkt Huisman er anders over. Omar Kavak scoorde al 10 keer in de hoofdklasse en dit is nummer 11. Met overtuiging, binnenkant paal. En dan is Dominique van Hoofd, de doelman van Berkham, kansloos. Als je een penalty zo zuiver in de hoek schiet. En amper 3 minuten na de openingsgoal is de stand alweer gelijk. 1-1. Wat een heerlijke beginfase van deze wedstrijd. En hier is de volgende kans alweer in de maak van de Meulen. Heel handig langs Buitink, maar hij schiet voorlangs. De verdedigers van Genemuiden hebben de handen vol aan die handige voorhoede van Berkham. En ze mogen van geluk spreken dat het maar 1-1 staat. Simpel balverlies van Jansen namens Genemuiden. Weer een overname van Berkham. En dat is waar ze heel goed in zijn. Razendsnel omschakelen. Deze bal wordt opgepikt door De Jong en die ziet Bakuna over het hoofd. Bakuna pikt de terugspeelbal op. Heeft nog wel Beukenveld tegenover zich. Die aarzelt een beetje. Het schot van Bakuna en het gaat dan voorlangs. Voor de goal was het nog Huisman. Dus daar komt Genemuiden weer goed weg. Berkham is beter en krijgt de meeste en de beste kansen. Maar het is wel 1-1. Kavak ontdoet zich van Huisman. Omar Kavak, ook langs Bremmer. De voorzet en de goal voor Genemuiden. Simon Eenkhoorn zet de thuisploeg op een 2-1 voorsprong. Verdiend kun je het niet noemen, maar Genemuiden is niet voor niets de meest scorende ploeg in de hoofdklasse. Het heeft niet veel kansen nodig om tot een treffer te komen. En hier ziet de verdediging van Berkham er ook niet goed uit. Eenkhoorn kan van dichtbij de 2-1 scoren. En dat is ook de ruststand in Genemuiden. Dan wordt ook duidelijk dat Excelsior 31 op achterstand staat. En dat betekent dat Berkham bij een overwinning de eerste periodetitel pakt. Schot Jacob, gepakt door Beukenveld. Maar dan heeft Berkham dus nog 2 treffers nodig en kansen zijn schaars in de tweede helft. Genemuiden heeft de verdediging wat meer dichtgetimmerd. Berkham komt er niet doorheen. En Genemuiden zelf wordt ook amper gevaarlijk. Dus begint de tijd langzaamaan te dringen voor Berkham. Maar dit is een mogelijkheid voor Bakuna. Johnson Bakuna gaat onderuit. Geen fluitsignaal. Nog altijd Bakuna. Bakker is mee aan de zijkant. Voorzet Bakker ingeleverd bij Riemens. En ook hij levert in bij Huisman. Schot Huisman. Nog net overgetikt door Beukenveld. Wat rest is de hoekschop van Nieuwenhuis. En die wordt binnengekopt bij de eerste paal. Een gouden wissel van trainer Arno Hoekstra. Want hij staat net binnen de lijnen. Jeroen van Brummen. En hij scoort een hele belangrijke gelijkmaker voor Berkham. Tussen 2-3 verdedigers door van Genemuiden kan hij inkoppen. En dan heeft Berkham nog maar 1 doelpunt nodig om als promovendus de eerste periodetitel te winnen. En daar gaat Berkham natuurlijk vol voor in de slotfase van deze wedstrijd. Bal wordt ingeleverd bij Genemuiden. Joran Pot. De vlag van de grensrechter blijft naar beneden, dus is er ineens een mogelijkheid voor de thuisploeg om te scoren. Redding van Van Hoofd. Bal wordt teruggelegd in de richting van Jansen. Schot geblokt door Horstman. En de scheidsrechter wijst naar de stip. Weer een penalty voor Genemuiden. Omdat er hens zou zijn gemaakt door Dennis Horstman. Die zegt zelf, ja kijk maar, ik kreeg de bal op de borst. Maar hij moet vertrekken met rood. En een penalty voor Genemuiden. Nog eens kijken.
Lastig te zien of die bal op de arm of op de borst komt. Maar de arm is voor de borst. Hij maakt zich niet breed. Dit is geen penalty en dit is geen rode kaart. Maar ze zijn wel gegeven. Omar Kavak voor zijn tweede en hij scoort hem. In de 94ste minuut wordt de derby beslist. Want daar is meteen het laatste fluitsignaal. Grote vreugde bij Genemuiden dat als winnaar uit deze topper komt. En bij Berken wordt nog wel even nagepraat over die discutabele beslissing van scheidsrechter Paarhuis. Natuurlijk boos, teleurgesteld dat de scheidsrechter op de laatste minuut een onterechte penalty geeft. En dat hij dat zo zeker van weet, ja, trek ik wel in twijfel als je de afdruk op de borst ziet. Ja, want hij zegt hens, maar er was dus helemaal geen sprake van. Dan is hij de enige die dat gezien heeft. De afdruk staat heel duidelijk op de borst. Dat is onrecht. En zeker in de laatste minuut, dan denk ik, ja, dan moet je zeker weten dat je hem geeft. En ik vind het erg jammer dat hij die beslissing maakt. Gaan we even praten met de scheidsrechter Paarhuis? Want ik begreep dat hij al een beetje een voorgeschiedenis had met Berken. Ja, nee, dat heeft geen zin. Ik zeg altijd van een aantal mensen in het leven win je niet. En dat zijn politieagenten en dat zijn scheidsrechters sowieso. Dus dat heeft totaal geen zin. Zonde van mijn energie. Op eigen veld moet je gewoon voor elk team winnen. En dat moet je ook van jezelf eisen. En als daar soms een klein beetje geluk bij komt kijken. Ja, ik vind dus echt, dat is ook voetbal. Nou, met jou gaat het ook wel lekker. Vandaag 2 penalties. Je staat inmiddels op 12. Ja, heerlijk gevoel. Natuurlijk maak je het liever... Maak je soms prachtige doelpunten. Maar ja, ik zeg altijd, cadeautjes van de stip, die moet je gewoon uitpakken. En vooral voor een aanvaller, dat is gewoon heerlijk. En die tel je er gewoon lekker bij op. En gewoon zo doorgaan. En dan zien we het eind van het seizoen wel weer hoeveel we erin hebben. Mooi dat het weer in elkaar schuift. Kijk nog wel eens even terug naar die wedstrijd thuis van HZVV. Want dan hadden wij hier misschien nu wel een feestje kunnen hebben. Maar nogmaals, je moet ook realistisch zijn. Misschien hebben we nu vandaag gewoon ook te veel gekregen. Ja, dat hoor ik bij de sport. Het ene moment krijg je te veel, het andere moment te weinig. Morgen word ik wakker en dan voelt hij nog steeds als een overwinning.